Het gaat om wat je ziet, hè? Dus zie je een item. En dan gaat het niet zozeer om dat item, maar meer wat het losmaakt. Hè? Je realiseert dat je als klein kind voor de televisie zat, hè? Met je natte haartjes in je pyjamaatje. En die verhalen komen dan weer los. Een expositie over Pokémon, een collage van Walt Disney films met originele tekeningen, een huiskamer uit de jaren 50-60. Dit is nog maar een kleine greep van wat allemaal te zien is in het vernieuwde Mediadroommuseum in Nijmegen. En we zijn ook eigenlijk voor alle generaties, hè? Want we hebben van inderdaad begin van de tv, van Pipo, Zwiebertje, Dapper Dodo, tot Pokémon en Dragon Ball Z. Dus je hebt ook alle generaties. In het museum zijn meer dan 1000 spullen te zien uit strips, series en films. Nou, ik ben zelf ruim 50 jaar al hiermee bezig met het verzamelen. En dat is door de jaren heen uitgegroeid tot een verzameling van ruim 500.000 artikelen. Dus we zouden deze ruimte wel 10 keer kunnen vullen. Maar daardoor wisselen we ook regelmatig. Dus het is voor iedereen bijna elk jaar wel weer interessant om langs te komen. Ik ben begonnen volgens mijn moeder toen meneer de Uil op televisie kwam. Dat was 1968. En daar was toen al vrij veel speelgoed van. Ook via de grote supermarkt kon je veel te poppen van de Fabeltjekrant sparen. En dat was denk ik ook wel een van mijn eerste objecten. En ja, op een gegeven moment ga je een keuze maken of stoppen of je gaat een museum beginnen. En ik vind het zo leuk om de verzamelingen met meerdere mensen te delen. Dus ja, toen ben ik een museum begonnen. Het is in ieder geval iets wat in je genen zit. Het is echt een soort verslaving. Maar ik word er gewoon blij van. Als ik weer iets tegenkom wat ontbreekt of wat in de verzameling past. Ja, dan geeft dat gewoon een heel prettig gevoel. En dat is eigenlijk de enige drijfveer. Ja, kijk, de televisie en de filmwereld gaat door. Dus het verzamelen blijft ook doorgaan. En we krijgen ook regelmatig verzamelingen aangeboden. Van mensen die zeggen van ja, het zou zonde zijn dat het in een kringloopwinkel terechtkomt. Dus het mooiste als het bij een museum komt. En we zitten hier in de Molenpoort op een prima locatie. Natuurlijk heel centraal in het hartje van Nijmegen. Maar ja, wie weet wat de toekomst brengt.